28. No, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een hele nieuwe commentaar natuurlijk hier op mijn kanaal. En op de achtergrond zien jullie van mijn gameplay met de NSMC, met Diamond NSMC. Op de map Overflow en ik speel hier uiteindelijk 41-11 geloof ik. En ik speel hier met de Stealth Chopper Orbital 4Z en de Escort Drone. En ik speel hier samen trouwens alleen met Paul, oftewel de King of 57NL natuurlijk. Nou, je hoort het in ieder geval, ik ben nog wel een beetje verkouden, maar het is alweer een stukje minder gelukkig. Ik heb vandaag ook weer gewerkt en komt misschien meteen het nieuws. Ik had het al een beetje laten doorschemeren dat ik al een paar weken een beetje aan het werk ben in een magazijn. En ik werk ongeveer 20, 24 uur per week. Ik werk dan op dierenvoedsel, in ieder geval hondenvoedsel. En het is niet slecht werk of zo. Niet dat je zegt van wow, maar het is niet slecht werk. En in ieder geval blij dat ik lekker aan de slag ben natuurlijk. En het is nogal verwennend om het natuurlijk te combineren met YouTube samen. Want dan ben je s'avonds terug en dan heb je heel weinig tijd. Zoals nu, ik ben nu aan het inspreken. Het is nu 6:30, ik heb net gegeten. En dan komt half zes om thuis. Nou, 6:30 ben ik klaar. Ja, dan moet ik nog even inspreken, nog uploaden. En vanavond ook nog gaan streamen, ja toch? Want het gaat allemaal gewoon door natuurlijk. Maar nou, dan weet je in ieder geval meer wat over werk. Dan hoor je meteen, ik ga natuurlijk streamen vanavond. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik ga deze week in ieder geval streamen op dinsdag en op donderdag. Natuurlijk op mijn Twitch. En dat is gewoon twitch.tv/visionator.nl. Link staat ook in de beschrijving natuurlijk. En volg mij ook eventjes, zou ik zo zeggen. Dat is ook heel erg fijn als je me gaat volgen daar natuurlijk op. En al ben je er vanavond niet, volg me dan in ieder geval ook nog even. Vanavond ga ik in ieder geval lekker MB3 livestreamen vanaf 8 uur dus. En waarschijnlijk, misschien eigenlijk, ook nog eventjes Black Ops 2. En dan gaan we kijken hoe laat het wordt. Want normaal gesproken zou ik streamen tot een uur of 10 of zo. Maar ja, als het gezellig is, hier hebben we nooit, dan kan ik altijd misschien tot een uur of 11 gaan streamen. Maar normaal is het dichter aan ook hoeveel kijkers er zijn natuurlijk. Of ik wel gemotiveerd raak daardoor natuurlijk. Sorry. Gaan we het hebben over het Black Ops 2 toernooi. Want het Black Ops 2 toernooi gaat aanstaande zaterdag beginnen. Het is eigenlijk gelukkig dat ik nu net griep heb gehad. Ik moet er niet aan denken dat ik het onder het toernooi heb. Dan heb ik echt wel een soort van issue, zeg maar. Daar zou ik niet blij mee zijn, zeg maar. Maar aanstaande zaterdag gaan we beginnen dus met de eerste ronde van het Xbox 360 toernooi. En in aanvulling daarop heeft Roy en van D-Zero, zou ik het zo zeggen. Misschien dat jullie hem al een beetje gezien hebben op Twitter natuurlijk. Die heeft een website gemaakt voor het Call of Duty Black Ops 2 toernooi. Ook de link staat in de beschrijving. Daarin staan de regels. Daarin staat de bracket schedule. Zoals dat heet, een mooie taal, zeg maar. Maar in ieder geval een schema, hè, van het knockout systeem. En ook wie is en zo. Wat daar nog bij komt, is in ieder geval de mailadressen van de captains. Want dat is eigenlijk weer handig voor het PlayStation 3 toernooi. Het PlayStation 3 toernooi wordt namelijk in principe over een maand wordt het gespeeld. Anders dan niet helemaal zeker, maar dan zal ik zo eventjes over doorgaan. Mensen moeten in ieder geval terugwerken naar de laatste 32, zeg maar. Dus er zijn wedstrijden die offline gespeeld moeten worden. Nou, dat betekent natuurlijk dat captains even contact met elkaar moeten hebben. En dat kunnen ze doen door middel van elkaar mailen en zo. En als ze dan een uitslag hebben, dan moeten ze dat even een fotootje maken en dan gewoon even doorsturen naar mij. Let wel op gamertags en zo. Ik weet niet of die gamertags allemaal online komen te staan. Misschien dat echt veel te veel werk is, alle gamertags. Maar ik heb natuurlijk wel alle gamertags. En als daar iets niet klopt in, ja, dan gaat dat gewoon ook niet door, hè. En dat niet natuurlijk, want je moet wel gewoon eerlijk spelen. En je moet ook volgens de regels spelen van het toernooi. Ook de regels staan op die website. Dus ik wil in ieder geval natuurlijk Roy even bedanken. En ook Erik trouwens, Mystic Blue natuurlijk. Want Mystic Blue heeft in ieder geval die hele schema gemaakt en zo. En allemaal ingevuld en zo. En hij is gewoon mee klooien geweest en zo. Dus allemaal super tof natuurlijk, hè. Dat het lekker in ieder geval van start kan gaan natuurlijk. En dat er ook nog een website is.
Dan even over het PlayStation 3 toernooi. Ik heb al afgelopen tijd veel vragen gehad van Chris. Ja, ik ben op vakantie. Wat moet ik nou doen? Nou, ten eerste, eigenlijk is het zo. Ja, ik geef het al een anderhalf maand van tevoren aan. Dan het toernooi. Je moet ook gewoon genoeg mensen hebben ingeschreven. Je kan er 6 inschrijven. Zo simpel is het. 4 mogen er meedoen. Per wedstrijd, hè. Maar je mag dan wel roleren na een wedstrijd. Dus ja, schrijf gewoon genoeg mensen in. Ja, als je een team van 4 hebt en er gaan 2 op vakantie. Ja, dat is niet mijn fout. Nou is het wel zo dat we even aan het kijken zijn of we het PlayStation 3 toernooi kunnen verzetten naar wat later eigenlijk. Want eerlijk, PlayStation 3 toernooi wordt natuurlijk precies in de bouwvak gehouden. De bouwvak is dan 2 weken lang en precies in die periode zou het toernooi plaatsvinden. Nou, dat is een beetje irritant natuurlijk. Dus in principe is iedereen eigenlijk op vakantie en zo, dus ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Ik zit wel met het volgende weer, dat daarna is dan weer Gamescom. Dat is dan in augustus ook nog. En volgens mij begin, en daarna komt ook weer Gameforce en zo. En nog andere dingen tussendoor en zo. Dus het is wel gewoon een heel krap schema. En we moeten natuurlijk wel 2 weken vrij hebben. Nou kunnen we natuurlijk wel zeggen, nou we spelen een week, hè, in het weekend. En dan slaan we een weekendje over en daarna spelen we weer. Bijvoorbeeld, dat zou kunnen in de PlayStation toernooi. Maar ik moet het nogmaals even kijken. Dus houd het gewoon even in de gaten. Maar in ieder geval, je kan gewoon vanaf dit weekend, hè, als alles bijgewerkt is en alles, alle gamertags, hè, als jullie er nog wat wijzigingen hebben, mogen jullie dat nog doorgeven. Dan kan ik het op de website bijwerken en dan, teamnamen weet ik veel, dan kan je er in ieder geval rekening mee houden. En dan mag je in ieder geval vanaf dit weekend ook het PlayStation toernooi, die voorronde mag gespeeld gaan worden. Als je halverwege het toernooi gewoon je gamertag gaat veranderen, dat gebeurt heel vaak, hè? Xbox 360. Ik krijg elke dag wel een mailtje binnen van, hey Chris, ja, teammaatje heeft de gamertag veranderd en zo. Ja, dat is allemaal heel erg leuk, maar ten eerste, het kost 10 euro, dus ik snap niet waarom je het allemaal doet, maar dat is een ander verhaal weer. Maar ik snap, ja, je kan het niet halverwege het toernooi gaan doen. Dus het is gewoon echt vanaf aanstaande zaterdag, als je dan een gamertag gaat veranderen, dan heb je gewoon, ja, pech. Dan moet je maar gewoon weer geld uitgeven of zo voor die gamertag. Want ik weet het anders niet. Maar diegene mag gewoon niet meer spelen. Want ik kan niet. Sommige mensen die veranderen hun naam helemaal. En ja, dan weet ik niet meer of wie wat is, zeg maar. Dus, en ik kijk in principe gewoon naar gamertags en zo. Het is natuurlijk niet helemaal uitsluiten bepaalde dingen en zo. Maar in ieder geval, ik kijk gewoon naar gamertags. En ja, als jij dan halverwege het toernooi je gamertag gaat veranderen, ja, dat is niet mijn probleem, maar jouw probleem. Zo simpel is het. En dat in ieder geval daarover. Wat ook gevraagd werd van Chris, ja, ik godverdomme, sommige mensen moeten werken hoor, overdag op zaterdag. Ja, leuk dat je moet werken, dat kan ik begrijpen. En als je moet werken, dan moet je ook werken en zo. Maar nogmaals, je weet het al een tijd van tevoren. Ja, er zijn ook mensen die moeten 's avonds werken. Ik kan niet overal rekening mee houden. Gewoon zo simpel is het gewoon. Soms is het gewoon nou eenmaal gewoon zo. Ik speel een toernooi. Het duurt van dan die tijd tot die tijd. En that's it. En je wedstrijd moet je dan gewoon spelen. Ja, kan je 's middags niet? Ja, dat is niet mijn probleem. Je weet het een maand van tevoren. Zo simpel is het gewoon. Dus hou er gewoon rekening mee. En kan je niet, nou dan schrijf je iemand anders erbij in. Je kan er 6 inschrijven, dus ik mag aannemen dat er niet ineens 4 mensen overdag niet kunnen werken. Of moet bij hetzelfde bedrijf werken, maar ja, eerlijk, de meeste mensen zijn natuurlijk wat jonger. Dus ik denk niet dat ze dat doen als kind. Dus daar hou ik ook geen rekening mee. Nou, wat nog meer? Ja, want de gameplay is bijna over, ik wil nog even wat zeggen. Wat ik nog even kan zeggen is natuurlijk, ja, kom in ieder geval kijken vanavond naar de stream. Volg me dus eventjes en misschien ga ik wel vaker streamen. We gaan gewoon even kijken. Dit wordt dus gewoon gedaan op Twitch in ieder geval, hè, vanavond. Lekker gewoon live streamen op Twitch. Trouwens, het Black Ops 2 toernooi wordt gewoon gestreamd op mijn YouTube kanaal. Want dat vind ik gewoon prettiger. Dan kan je alles makkelijk terugkijken. Ook eventueel de wedstrijden en zo. En ook beter voor de views. Dus staat gewoon leuker op mijn kanaal. Dus ik hoop jullie vanavond te zien. Gameplay is in ieder geval weer over. Dat was me toch wat. Ja toch? Haasten. En nou is in ieder geval de commentaar klaar. Tot de volgende keer. Bye bye. Tot vanavond. Hè. Niet vergeten. 8 uur. Twitch.tv/visionator.nl